Vandaag ga ik weer de kindertelefoon prankallen. Omdat de vorige deel zo goed ontvangen werd, hij had gewoon meer dan 5000 views en hij had gewoon meer dan 400 likes. Dus ik dacht, ik moet sowieso een deel 2 gaan maken. Dus hier is hij dan. Geniet ervan. Hé, dat ruimt. Hallo? Hallo. Hoi. Hallo. Ik ben naar de kapper geweest. Ja, en hoe heb je haar laten knippen dan? Ja, een beetje kou, maar ik durf... Kou? Ja, maar ik durf niet meer naar school te gaan. Wat zei je? Ik durf niet meer naar school te gaan. Oh, omdat je nu kaal bent. Ja, en iedereen noemt mij altijd Humpty Dumpty. Oh, denk je dat ze dat gaan zeggen? Dat vind ik niet leuk. Nee, dat snap ik. Ik zou dat wel stom vinden hoor, dat ze oude dingen zouden gaan zeggen. Ja, want mijn hoofd heeft de vorm van een ei en sommige mensen pesten me daarmee. Oh. Ja, dat dan, ja dat doen. Niet leuk, want nu zegt dat je het Humpty Dumpty. Wat zeggen ze dan precies? Humpty Dumpty. Oh, oké. Okay. En ik heb het wel eens tegen mijn mentor gezegd, maar hij zegt dat ze gelijk hebben. Hij zegt dat jouw hoofd een vorm heeft van een ei, dat klopt. Oh, je mentor zegt dat ook? Ja. Nou, ja. Mentor heb jij. Dat vind ik niet leuk. Nee, dat snap ik. Ja. Ik ga misschien de politie bellen. Ga je de politie bellen? Wat ga je nu zeggen dan? Dat ze de boefies moeten oppakken, want ik vind het niet leuk. Ja, die klasgenoot van jou bedoel je. En je mentor. En mentor, ja. Ja, precies. Was het wel leuk bij de kapper? Ja, ik ging van... Ja, een beetje. Beetje? Ja. Dus niet helemaal? Ja, nee, niet helemaal. Oh. Wat maakt dat dan niet helemaal? Want de kapper ging ook een beetje lachen. Oh, ja, want hoe is dat gebeurd dan, dat je bijna kaal vond? Ja, hij ging dus een beetje knippen en hij zei, hij ging helemaal lachen. Hij zei, wat is dit voor hoofd? Oh? Ja. Nou, jeetje. Ja. Dat zijn geen fijne opmerkingen. Nee. Was dat daarom maar een beetje leuk? Ja. En kan ik nog wat voor je doen? Die je er een beetje kwijt. Misschien kan jij mijn hoofd zien. Kan ik jouw hoofd zien? Ik ja. Kan ik jouw hoofd gaan zien? Ja. Nee. Maar hoe wil je dat hebben dan? Oh. Mag ik jouw nummer? Nee, ik mag mijn nummer niet geven. We moeten een beetje anoniem blijven. Nee. Ja, ik hoor dat je het niet mee eens bent. Nee. Nee. Maar stel, ik zou alle kinderen met mijn telefoon... Ik wil jouw nummer! Ja, nou, als ik al die kindjes met mijn telefoonnummer wil, dan word ik... Ik wil jouw nummer! Dat kan niet. Geef jouw nummer! Hé, wat maakt dat je zo graag mijn nummer wilt dan? Ik wil een vriendin. Je wilt een vriendin? Ja. Voel je een beetje alleen? Ja. Oh, vervelend. Nou, en ik ga nu ophangen. Doei. Doei, druif. Kindertelefoon met Julia. Hallo. Hallo. Hi, ik ben een beetje verdrietig. Oh. Want ik heb een mop, maar niemand lacht erom. Oh. Ja, dus ik dacht, misschien kan ik de kindertelefoon bellen. En kan ik misschien de mop aan jou vertellen. Misschien lach jij erom. Ja, nou, probeer maar. Hoe heet de vriendin van Messi? Nou, je hebt een grap verpest. Oh, is dat antwoord? Ja. Nou, dit vind ik niet leuk. Ik ga een andere zoeken, oké? Okay? Ja, is goed. Dit vind ik niet leuk. Een momentje later. Wat is rood en ontploft? Geen idee. Knalrood. Dankjewel. Heb je er nog één? Nog eentje? Ja. Hoe heet de vrouw van Messi? Oh, wacht, die heb ik net verteld. Wat is rood en haat alles in iedereen? Geen idee. Een tom haat. Snap wat?
Snap je? Tom haat, Tom haat, Tom haat. Oh. Ja, nu snap ik het. Nog eentje? Eén laatste. Oké, laatste. Ja. Een momentje later. Het is rood en vliegt door de Tweede Kamer. Vliegt door de Tweede Kamer? Ja. Geen idee. Een ongestelde vraag. Waar haal je al die leuke moppen vandaan? Zeg ik niet. Ja. Die zelf bedacht. Misschien. Ook wel knap vinden. Ja. Nou, jij bent de eerste die erom lacht. Dankjewel. Alsjeblieft. Oké, okay, doei. Doei. Fijne avond. Fijne ochtend. Met de kindertelefoon, met Asmee. Hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Ik ga morgen naar mijn crush toe en ik ga haar verkering vragen. Spannend. Ja, en ik heb een openingszin, maar ik weet niet of die goed is. Kan jij hem beoordelen? Ja, tuurlijk. Oké, okay, hier komt hij. Als jij een hamburger zou zijn bij de McDonald's, dan heet jij McLekker Ding. McLekker Ding? Ja. Leuk. En zal ik zeggen waarom ik voor deze heb gekozen? Ja. Omdat ze dik is. Omdat ze dik is? Ja. Lijkt me dan niet zo goed om erbij te stellen. Oh. Ja. Maar ik vind het een beetje spannend. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Is ook wel een beetje spannend, hè? Ja. Ja. Ja, misschien kan ik een andere vertellen. Nou, vertel. Wacht. Een momentje later. Deed het pijn toen je uit de McDonald's viel? Heb je alleen maar met McDonald's? Ja, want ze is dik. Want ze is dik? Ja. Dat hoef je er toch niet bij te vertellen? Oké, een andere. Een andere, ja. Iets anders dan de McDonald's. Een momentje later. Ben ik toevallig in de hemel beland? Of ben jij in de KFC beland? Ja, ik snap deze niet. Ja, ik ook niet. Die verzin je gewoon even, toch? Ja. Ik heb er nog één. Oké. Ik ga iets anders zeggen dan de McDonald's. Ja. Oké. Ben ik toevallig in de KFC? Want jij ziet er namelijk uit als een burger. Nee, ik snap hem nog niet. Oh, ja, omdat het dik is. Een burger van de KFC is niet lekker. Dus je noemt mijn crush dat ze niet lekker is. Oh. Jij zegt dat mijn crush niet lekker is. Helemaal niet. Nou? Ja. Echt niet. Oké, doei. Doei. Kim van de kindertelefoon. Hallo. Hallo. Hoi. Wil je wat vragen of vertellen? Ja. Nou, ga je gang. Iedereen zegt altijd dat ik een nerd ben. Dat jij wat bent? Een nerd. Nerd? Ja. Oh, en waarom zeggen ze dat? Door mijn stem, maar ik kan daar niks aan doen. Oké, door je stem. Ja. En wat maakt dan dat jouw stem als een nerd klinkt? Weet ik niet. Oké. Nou, goed dat je even belt met ons. En hoe kan ik jou helpen in dit gesprek? Misschien kan jij mijn stem veranderen. Zo, dat zou wel cool zijn als ik dat kon, maar ik denk niet dat kan. Oh. Tenminste, ik zou niet weten hoe. Heb jij enig idee? Ja, in toverfilms gaan ze altijd blazen. Misschien kan jij blazen. Als ik blaas, dan denk je dat jouw stem verandert. Nee, kijk, weet ik niet. Dus dan moet ik even blazen in de microfoon. Ja. Nou, zullen we het proberen? Ja, maar het gaat toch niet lukken. Zullen we het alsnog even proberen? Of ja. Denk je dat het echt niet gaat lukken? Ja, doe maar. Oké, nou dan komt ie, hè? Hoi. 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 Nou, volgens mij klinkt het al iets anders, of niet? Ja. Zo, dus het werkte wel. Ja. Nou, wauw, wat goed. Wel, dank je. En kan ik je verder dan nog ergens mee helpen? Nee, dank je wel. Nou, veel plezier met je nieuwe stem dan. Oké, doe je. Oh mijn god, dit was zo slecht.